Ik ben Peter van Bakshop en vandaag ga ik het met jullie hebben over deze 1963er Jazzmaster. De Jazzmaster, oorspronkelijk ontwikkeld als eigenlijk een upgrade voor de bekende Stratocaster, heeft een iets andere configuratie als dat we gewend zijn van de Strat. Heeft bijvoorbeeld twee wat dikkere soapbar pickups, een offset body, eigenlijk bedoeld voor de jazzmuzikant. Echter werden de jazzmuzikanten er niet echt warm of koud van en is het heel veel opgepakt door de surf-rock-generatie gitarist. Deze Jazzmaster is een echte player. Echter, zoals de staat zoals die nu is, kwam die niet binnen. We hebben er aardig wat werk aan gehad en dat is wel leuk om het een en ander over te vertellen. Oorspronkelijk was deze Jazzmaster Sunburst. Alleen de vorige eigenaar, de eerste eigenaar overigens, was hem op een gegeven moment beu. Had hem zelf nieuw gekocht en na een verloop van tijd had hij zoiets van, nou, ik vind een zwart eigenlijk ook wel mooi. Dus had hij met een spuitbusje zwart gespoten. Echter was deze laklaag dusdanig lelijk dat we dat niet over ons hart konden verkrijgen om hem zo te laten. We hebben hem helemaal uit elkaar gehaald, helemaal gestript. En we hebben hem door Rebel Relic in Amsterdam, een bedrijf wat gespecialiseerd is het finishen van gitaren en bodies. En zij hebben de body weer in ere hersteld. Dus echt met een nitrocelluloze lak in het hele mooie Olympic White. Uiteraard wel leeftijdscorrect en ook met de nodige beschadigingen. Nou, zoals ik al zei, de gitaar is gerefinished. Verder heeft hij een nieuwe brug. Maar voor de rest is hij eigenlijk redelijk origineel. Hij heeft wel een keer een refret gehad, wat heel lelijk gedaan was. Dat hebben we ook weer in ere hersteld door mijn collega gitaarbouwer. De topkam was ook vergaan. Daar zit een nieuwe unbleached benen topkam in. De elektronica is volledig origineel. Dus de pickups, de potmeters, de schakelaar, hier de schakeling, is helemaal origineel. Nou, de elektronica, zoals ik al zei, is volledig origineel en werkt ook gewoon allemaal prima. Dus we hebben onze drie-standen schakelaar hier om te switchen tussen de pickups. Het voorste klinkt ontzettend warm. Zeker als we de toon een beetje afdraaien. En hier doelde Fender op, hè, voor de jazzmuzikant. Nou, om wat meer de surfrock te creëren. Verder heeft Fender nog hier een switch geplaatst. Daarmee gaan we door een ander circuit en dan hebben we hier opeens de volume- en de toonknop. En dat klinkt ook allemaal weer lekker warm. Zoals je ziet, alles werkt gewoon naar behoren. Ook de tremolo, erg fijn. Ontstemt amper. Heel fijn. Nou, in verloop van tijd is helaas de originele koffer verloren gegaan. Echter hebben wij in Londen een originele jaarcorrecte koffer kunnen vinden. Dus hij wordt compleet geleverd. Nou, dit was de review over de Jazzmaster. Zoals ik al zei, een geweldige gitaar. Speelt goed, klinkt goed. Wil je er nou meer over weten? Klik dan hier rechtsboven of hieronder om direct naar de productpagina te gaan van de Jazzmaster. Vond je deze video nou leuk, interessant? Like hem, share hem. En word zeker even lid van ons YouTube-kanaal.